Hallo mensen, Shine Spot. We gaan een nieuwe aflevering van de Pokémon Glowing Garnet Shiny Case Lock met Sand Ring van Gaming SB. Dit? Deze speciaal voor jou. Dankjewel, daar ben ik echt blij mee dat je dat hebt gedaan. Ja, dat dacht ik al. Ik denk ook specifiek dat aantal, zeker, ik denk dat vind jij mooi. Ik doe eventjes mijn Wurmple. Ik ga even. Rare Candy. Ik mijn Alaskan Bullworm. Oké. Okay. Oh, wacht. Ja, jij deed ook je Alaskan Bullworm. Alleen jij noemt hem niet zo. Yeah. Oh, maar jij kunt er twee, dus jij kunt ook kijken of. Ja. Ik hoop zo dat wij verschillende hebben. Je hebt Cascoon. En ik heb Silcoon. Oké. Okay. Okay. Ja, wat cool. Hoezo staat er bij mij Silcoon? Ik heb Cascoon. Volgens mij heb ik Silcoon en jij Cascoon. Oh ja, ja. Ja, ik zie het ook altijd alleen aan de kleur hoor. Dus ik snap je. Ik ben nu wel benieuwd of Longshot jou. En Silcoon wordt. Please, heb alsjeblieft nog die andere. Oh, dat zou ik zo fijn vinden. Ah, ik doe iets heel vies. Ik ging naar Pokémon Database in plaats van Bulbapedia. Nee, ik heb twee dezelfde. Zeg maar Bulbapedia of Serpy. Oké, okay, maar. Dit haat Pokemon ik echt, Database. Twee dezelfde. Dat snap ik wel. 1 op 4 kans, hè? Dat was gewoon net zoveel kans als dat ik die Wingo had gevangen. Vorige aflevering. Yep. Oh, en hij evolueert dan in Dustox. Ja, in Dustox. Dustox is ook wel vet. Ik hoop niet vet is. Nou ja, ik bedoel van Dustox vind ik. Ja, het is wel een vet trap ook. Hij is niet zo heel sterk, maar. Oeh! Hij is heel ziek. Ik vind dit een cutie guy hoor. Of, nou ja, cutie guy. Ik vind hem vet. Ik vind hem leuk. Ja, graag. A quick attack, Joe. Oh, dat was crit. Dat was crit trouwens. Dat was crit. Oh, ik heb Pokerus. What the fuck? Dat was namelijk een crit. Nu al. Hoe moet ik ooit nog een Case Lock winnen? RNGesus. Am I right? Am I right? Weet je dat en daar ik geef ik dan normale acht voor, hè? Playthrough? Ach, van dat zulke. Ik in een normale playthrough nog nooit Pokerus heb gehad? Dat is wel. Er moet ook iets van een grotere chance zijn. Wow, waar staat dat? Ik kon het niet missen. Nee, ja. Oh. Nee, ik heb het wel gemist, dus dan heb ik het niet. Nou. Setting the moment in. Want dat boost ook je stats en zo, toch? Ja, kak. Kakzooi. Oh, wat gaat het traag ineens? Ik kan niet wachten tot we de fiets hebben. Poke Centering! Dat is Engels, Poke Centering trouwens. Ja, nee, ja, ik had ook wel verwacht dat jij het wist, maar ik zei het ook meer voor de kijkertjes. Dus ik denk, Mian, die smartypants, die snapt het wel. Turtwig Athletic. What a cutie guy. Wat deed jij nou? Oeh, hij deed een beetje vastloping. Ja, dat zag ik. Ik ben niet erg blij dat ik tegen een gras Pokémon moet, mag ik dat even zeggen? Crazy. Dat mag je zeggen. Maar ik kan Gust, want Longfang kan Gust. Oh ja, tuurlijk. Oh ja, dat is Longfang. Ja, dan is het oprecht. Tuurlijk.
Ga nou gewoon run. Oké, misschien moet ik even. Niet risking for the bisking? Biscuiting bedoel ik? Waarom is het nog steeds kut tegen een Wingull? Had ik maar iets tegen een Wingull, zoals een Wingull. Auw, die deed meer pijn. Die deed echt pijn. Auw. Nou. Nog een gras-Pokémon? Nou, waar zit mijn mouw nou? Wel de lelijkste gras-Pokémon in alle gras-Pokémon. Gadverdamme, haal dat vieze beest van mijn scherm, alsjeblieft. Oké, dank je. Ik raak in paniek, hè, als ik hem te lang zie. Oh, ik doe een verkeerde aanval. Nee, doe nou. Ik zal even niet naar jouw scherm kijken. Doe je sneaking naar de Pokémon? Ik keek toch. Ik keek toch. Oh ja, ik keek. Hey. Gadverdamme. Gadverdamme. Nou, als ik die krijg, dan word ik echt boos. Dan zie je echt zand in de chat. En ik heb hem nog klaarstaan. Nee, maar shiny is... Oh ja, wacht. Never mind. Ik zei niks. Ja. Ze hebben custom shinies namelijk. Dus dan is het cool. Ik hoop dat die... Dat hoop ik bij elke grastype altijd. Maar ik hoop dat die... herfstkleuren heeft. Dat zou mooi zijn. Not gonna lie. Nou, dat vind ik altijd leuk. Oh ja. Net als dat ik altijd bij Pokémon Flame Particles heeft, dat het altijd blauw is. Ja. Team Magma Boy. Dat snap ik. Grunty Boy. Grunty boy! Hij zei het. Say the line, Bart. Say the line. Paren van de Water Tribe. Do water again. Is poison super effective voor Buck? Is dat nee, ooit wel niet geweest? Meer. Nee, toch? Ja? In Gen 1, toch? Ja. Dat wist ik. Volgens mij in Gen 1, dacht ik. Jezus! Is hij Jezus? Dat heb ik echt de slechtste Silcoon ooit. Nee, nou dan had hij wel wat beter. Nee, dan zou je niet bestaan. Oh, sorry, check dat dan op. Sorry! Nee, oké, you got a point. Hey, next space share. Oké. Normaal krijg je de Great Ball van deze guy. Oh, ik krijg geen Great Ball meer. Die had jij wel kunnen gebruiken. Hoe heb ik letterlijk de slechtste Wurmple ooit? Nou, hou op. Shed skin! Ken ik de shed. Dat is chill. Hey, die Silcoon, die ken ik. Dat is oprecht goed. Ja, ik herken hem niet hoor. Ik herken hem niet. Ik ga eindelijk Silcoon van de dinges. Eerste plaats afhalen. Sorry Silcoon. Maar je bent het gewoon niet waard. Ninkada, die zou ik ook wel willen hoor. Dan krijg je natuurlijk 2 Pokémon. Ja. Als je een vrije slot in je party. En dat is niet om jou te pesten, dat is echt zo. Nee. Ik was vergeten dat een vereiste was. Maar ja, in principe... Moet het per se een gewone Pokémon zijn? Of moet het een Pokémon zijn? Stel, je hebt alleen een Master Ball. Maar anders dan kan dat... Ja, want hij wordt wel echt geused, toch? Ja, volgens mij wel. Dus als je 1 Pokéball hebt, dan ben je hem daarna wel echt kwijt, toch? Maar eerlijk gezegd, eigenlijk zou je het een keer moeten testen, zeg maar. Oeh, ja, ik hoop echt dat ik Telo krijg. Ik vind dat eigenlijk best wel een interessante vraag nu. Van Shiny Swallow is een van mijn favoriete shinies. Of je inderdaad... Ooit. Oeh, dus die maar wil je niet. De kans dat die niet zo mooi is als het originele is. Denk jij.
Weet je wat ik beter had kunnen doen? Eerst met die ene Magma Grunt vechten. En dan deze guy vechten. Dan heb ik experience share. Nee, Sander, je hebt gewoon heel eventjes niet over de gevolgen nagedacht. Dat is wat anders dan dom zijn. Nou, moment. Ah, auw! Ah, ik ben tenminste geen loser boy, want ik zou dit lelijke beest nooit kiezen. En dan heb ik het niet over Doortje die nu op mijn scherm zit. Ik moet even mijn hand voor mijn scherm houden hoor. Auw! Ik zag door je hand heen. Hij zag. Ja, door mijn vingers heen. Oeh, Rio, bedoel ik eigenlijk. Zeer nice zijn. Ja, die heb ik ook al wel eens gezien. Pokémon. Overigens, de route die hierboven zit is dezelfde route als van de. Dus dan weet je dat. Van ja, de klopt. Fanging van de Pokémon. Dat wist ik toevallig wel. Ik weet ook in Duvert. Wat is dit? Een Slakoth? Die voel ik wel. Behalve de Ja, maar misschien hebben ze dat wel gefixt. Want het is Romek. Nee. Ja, maar. Zeg maar, dat is te OP. Als hij dat niet heeft. Nee, maar. Waar hadden we het over? Nee, niet meer. Ik weet het niet meer. Oh ja, over de route in Duvert had jij het. Oh ja, in Duvert dat je dan onder, midden en boven. Ja. En dan heb je drie en dan ook nog de cave. Dat weet ik wel, want dat is. In Soul Links heel vaak het dingetje. Op zich wel, alleen de Pokémon pool is klein. Drie encounters. Ja, dat klopt. Misschien is dat in de Romek ook wel anders, want er zitten best wel veel Pokémon die normaal niet op sommige plekken zitten. Ja. Ik zou het jezelf makkelijk maken en alles level 10 maken. Iedereen tot level 8. Oh nee, ik wou eerst eigenlijk iedereen level 8 maken. Hoe hoog is deze? Dat weet ik echt niet meer. Ik heb hem verslagen. Met? Ik had genoeg aan Mudkip. Ah, boeien. Ja, maar ja, als ik tegen een water of grass type moet vechten. Nee, fire type moet vechten, water dan type, wordt het wel lastig. Moeilijk, of water type. Nee, ja, dat bedoel ik. Hoe zielig is dit mannetje, hè? Yo, ik ben een scientist. Ik wil niet mijn Pokémon inzetten, want ik kan dat verkeken. Nou. Nee, ja, hij is ik gewoon bang. Triest. Ik laat het een tienjarig oplossen. Tienjarig fan, Rain. Dat is waar. Radar. Gebruik tienjarige gewoon, hè. Copy Dogging. Hij is level 9. Yo, hij liep even vast. Vast te lopen. Ik ben verschrikkelijk woedend. Vind ik eng. Ja, dat dacht ik wel. Rawr. Hij haalt. Ja, dat deed hij. Oh, maar dan heeft hij wel de trial nog, denk ik. Je kan wel doneren. Want niemand koopt Winrar. Ik vraag me af hoe vaak die, zeg maar, die trial verlengd heeft. Yeah. Deze Poochyena. Quality minimaal Pooch. 100 keer. Pooch. Geef hem maar zo'n Rio. Poochy. That was awfully close. Dat kan. Anders was het niet zo. Oké, let's go in. Yo, deze man. Echt, ik moet echt nooit Sun and Moon meer gaan spelen. Ik ben nu al klaar van al dit. Sinister Sun wordt de volgende. No! The bane of my existence. Nee, dat is de Chain Chomps. Mapjes in de. Ja, was dat niet die ene waar ik fucking dik had gewonnen? Dat was diegene waar je met 5 sterren wint, of begint. En waar ik toen met 0 sterren en 0 coins was geëindigd. Dat was een leuke map, ja.
Ik ben trouwens Mario Party Generations aan het doen, hè, met Jordi en Harm. Auw. Nou, ik kan wel vragen of jij... Maar dan moet je wel Mario zijn, dat jij een gast optreden als Mario kan doen. Hoezo? Is er geen leuke... geen leuke... Jawel, alleen Mario is, zeg maar, wij spelen altijd tegen Mario, zeg maar. Dat is de computer, we doen tegen Master Mario, dus Mario op hard mode. Ja, oké, nee, dan moet je mij niet uitnodigen. Maar, Want dan wordt het ineens super makkelijk. Ja, nee. Nee, maar wij zijn dus nu bijna bij... nee, we zijn nu toevallig... We gaan nu beginnen aan Mario Party 4. Dus eindelijk komen de goede Mario Parties. Jezus, wat zijn die Mario Party 1 tot en met 3 kut, zeg. Ik heb ooit 5 minuten van 1 gespeeld omdat hij op die Switch zat. Nou, of, dus één van de eerste drie. Dus, ik weet niet meer welke. Nou, ik heb het 5 minuten gespeeld. Het was gewoon echt Mario Party 3 heeft wel leuke dingen, hoor. Je hebt daar zo'n Shy Guy Space. En als je daar opkomt, is een soort chance dat je... Je moet al je coins inzetten. En dan kan je hem of verdubbelen, of vierdubbelen, of zesdubbelen. En soms ook wel eens 32 keer je inzet. Alleen dan moet je fucking veel geluk hebben natuurlijk. Maar meestal verlies je. Maar dat is wel grappig. Maar verder, ja, ik heb heel veel gevloekt. Oh, maar ik zeg ook niet dat het zeg maar niks leuks heeft, maar die 5 minuten dat ik het gespeeld heb... Ik hou van Mario Party, maar ik was echt gewoon verveeld. Heb je dat filmpje op mijn TikTok niet gezien? Dat, dat in de eerste beurt 3 Hidden Blocks Star waren? Nee. Is dat... Heb ik die gezien? Hoe recent is die? 2 geleden, denk ik, zoiets. Ja, nee. Oké, dan heb ik hem niet gezien. Kijk even live, dan is hij... Ik check TikTok. Het zijn twee Mario Party filmpjes. Oké. Ik ga zo even kijken. Ik ga eerst even kijken welke... Welke... Pokémoning is dit? Oh, please, let it be shiny. Please. Oh, ja, kut. Ik heb mezelf geteased. Ik dacht echt... Hij is shiny. Oh, nee. Dat is niet wat dat is. Oh, wacht, dus geen... Grass type. Ja. Tsunami. Ik moest hem verslaan, hè? Om hem nog een keer tegen te komen. En dan moet je dus geen andere tegenkomen. En als je dan langs de bosjes heen en weer gaat en je komt de nieuwe ding, er komt weer een grasje, dan is dat als goed is dezelfde. Okay. Thanks for the tipping! Dus even uit het gras. Voor de hulping. Ja, en dan langs het gras even rennen. En dan... Ja, daar is hij nu... nou. En als het goed is, als je daar op tijd komt zonder een andere Pokémon tegen te komen. Daarom gebruik ik dus normaal repels voor deze trick. Nou, misschien. Oh, shiny Riolu! Nou. Oh, dat vind ik heel chill voor je, maar wat vind ik dat vervelend. Ja, sorry, het blijft een competitive series. Oeh, dat is wel heel gunstig voor jou. Bubbling? Oké, maar... En je hebt ook verhoogde kans als je dit doet, zeg maar? Uiteindelijk wel, ja. Maar dan gaat het wel eventjes overheen, zeg maar. Alleen je kan nu wel natuurlijk sturen welke Pokémon je tegenkomt. Oké, ik weet niet waar die... Oh, daar. Oké. Oeh, hij heeft counter. Misschien is het slim. Search level 1. Huh? Hoezo is dat een... Dan weet ik het ook niet meer hoe het werkte. Oh ja, dat kan trouwens. En dan moet je hem gewoon niet... Ja, ik weet niet. Ik weet niet meer hoe het werkt. Of zou ik op moeten zoeken? Dat is zo lang geleden voor mij. Oh, en nu heb ik... Dat is helemaal niet slim, Milaning.
Nou ja. Durf ik het? Weet je, als ik hem nog een keer tegenkom, dan weet ik dat ik dat moet doen. Gewoon om de kans te vergroten. Maar ik ga het niet specifiek meer doen, zeg maar. Weet je wat kut is, Sander? De catch rate is fucking hoog. Ja. Van Rio. Of laag. Ja, klopt. Dat is ook als ik die dingen zou willen. Waarschijnlijk een ding. Bedenk me nu. Hé, hey, maar je hebt ze op zijn minst Pokéballs. Dat is wel een smarty pantsy moving. Oeh, ik kritte. Ja, dit is goed. Search level 2 stond er. Dat kan, ja. Dan heb je hem vaker gesearched. Nou. Oh, dat heeft niks te maken met dat die... Dat je zoveel level moet hebben om... Nou, nee. Oeh, avoid the attack? Gaan we nu zo doen? Oké. Nee, dan weet ik hoe de steel in de vork zit. Ja, ik heb hoe hem! Hoe de vork in de steel zit, bedoel ik. Nee, ik bedoel, gefeliciteerd. Nee, het is je wel goed. Het is je wel goed. Ondanks dat het niet zo lijkt. Weer een slack off. Dat vind ik jammer. Oh. Ik ga wel. Oh. Dat was niet de bedoeling. Nou ja. Gengibering. Jammer dan. Kenzekering gebeuring. Als je van de hedge af hopt. Oké, nee, dat doet niks. Weer een slacking offing. Maar dat hoef ik helemaal niet. Hey, slacking offing. Lacking en slacking. Zoals we dat dan zeggen op zijn gaming as beast. Iel. Ik zie het fietsen op mijn scherm. Van de Sour. Dat is van die kraut, toch? Search level 800... Of 85? Oh, 85. Nee, maar niet 800, nog wat. Oh ja, omdat je al meerdere bumpels hebt verslagen. I don't know. Moet ik dit doen? Ja, ik weet niet. Het is doos, dus ik kan altijd dan nog kijken of het. Of het het waard is. Oeh, een Jordi item. Hoezo, ja, gebruikt Jordi die? Je moet met hem afspreken van tevoren dat hij die niet mag gebruiken, anders gebruikt hij die wel. En dan sweep hij de game. Ik nee, ken echt niemand. Dat, niemand kent iemand die dat doet, behalve Jordi. Jordi is letterlijk de enige. Oh, dit is gunstig. Dit is namelijk de Trico Mastermail. Niet de Trico Mastermail. Ja. Niet de Trico Mastermail, zei ze hardop in koor. Yo, dit is wel een goede Trico Mastermail. En hij heeft de stats mee, joh. Hij heeft een defense van hier tot Tokio. En terug. Sweet Scent. Wie leert Sweet Scent? Oh, Mr. Search Kitting. Oh, dat is nice. Dan kan je gewoon Street Sand spammen. Lekker. Dit is zeer nice. Oké. Lekkering. Oeh, en er kan Riolu bij zitten. Zie je dat? Lotad. Nee. Ja, en Lotad. En dat vind Lotad ik ook leuk, hoor. Daar. Want die heb ik nog niet tegengekomen. Is dat een normaal Horde exclusive? Sapphire exclusive, volgens mij. Ik denk dat die hier Horde exclusive is, want ik zie hem in Horde nu al twee keer en
Hoe heet het? Shiny in dingen heb ik hem nog niet gezien. Normaal. Nou ja, die Bulbasaur is volgens mij best wel nice om te hebben. Ja. Ja, nee. Ik ben ook gewoon puur aan het extremeren. Ja, ik ben een beetje aan het overdrijven. Oh, Riolu, nice! Ook een Riolu. Oh, zo OP is Oké, dit is wel lager. Ja. Oeh, Bubble doet iedereen. Wacht, welke Riolu is shiny? De twee... Wacht. Ik moet even... de tweede. Dus die niet. Oh, deze zal wel niet... Ga ik eerst voor die, want ik vind Riolu ook eng, zeg maar. Oeh. Dit is in deze fase van de game is... Mm-hmm. Hoor nog best wel spannend voor het vechten, Three. Trouwens. Kan ik beter... Ja, die Riolu kan het meeste doen. Maar die Wurmples zijn wel makkelijk uit te schakelen. Ja, ik ga eerst wel voor die Riolu, anders toch. Ze doen het toch. Oké. Okay. Zullen we... Ik wil eigenlijk één ding met je afspreken, maar ik weet niet of je akkoord gaat. Dus ik wil eventjes vragen. We kunnen ervoor kiezen, mocht er... die is er sowieso. Mochten we dit... TM vinden voor Sweet Sand. Zullen we afspreken dat we die wel aan elke Pokémon mogen geven die ik kan leren? Omdat je eigenlijk TM doet. Als je hem niet in battle gebruikt, ja. Precies. Maar waarom zou je hem in battle gebruiken? Dus ja. Kortom, gewoon ja. Maar ja. Waarom niet? Mocht je je Surskit Skit niet meer willen gebruiken of doodgaan, zeg maar, dan kan je al, heb je ook altijd nog een mogelijkheid om gewoon Seed Sand aan een Pokémon te geven. Maar ja, weet je, het handige voor jou is wel, je kan hem als hij dood is natuurlijk wel gewoon net als je HM slaaf gewoon gebruiken voor Sweet Sand. Ja. Ik ga eventjes Risking Moving. Ga ik eerst de loten, want die kan mogelijk een Water-type attack. Denk ik. Of eerst... Nee, doe eerst maar Lotus. Dat was een slimme set, denk ik, Sander. Ja. Dat denk ik ook. Critical hitting? Ja. Yo, zie die Wurmple. Lijkt net alsof die Wurmple zich achter die Jolo verschilt. Ik zie maar één Wurmple. Waar is die andere Wurmple nou? Oh, nu niet meer. Oh, dat is jammer. Ik vond het wel een komisch gezicht. Let op de HP van Torchic. Yeah. Just saying, hè. Ik wil alleen maar helpen. Hij kan één. Hij doet foresighting. Ga ik voor Alaskan Bull of ga ik voor Tsunami? Hij kan wel één ding teken, toch? Ja, dat denk ik wel. Oh, hij is level 3. Die voor mij was hoger level. Nee, ik bedoel Tsunami van Riolu eigenlijk, bedoelde ik. Ja, dat denk ik wel. Tsunami kan wel wat tekenen van Riolu, ja. Dat is niet zo spannend. Ja. Ik ben bang voor die crit ineens. 1 op de 16, Hij doet foresight, oké. Okay. Oké. Dit is hem. Ik ga eventjes... Pokeballing. Oeh. Ja, dat is een baby Pokémon. Spannend ding. Superkut. Ja. Oei. De vraag is ook, wil ik allemaal... Ja, ik heb op zich nog wel geld, dus... Oh, please. Ik had niet oh, please moeten zeggen. Ik dacht even, waarom is je ding is poison? Ja. Maar dat was Pokers. Hij deed echt 3 damage. Dit wordt hem, Sander. Dus ik ga nog wel een pokeballetje gooien. Ik hoop het. 3. Lekker ring! Ja. Lekker ring!
Dan als jij mijn naam hebt gegeven, dan wil ik je graag vragen om samen met mij de aflevering te beëindigen. Ja, maar ik weet niet, wie is een fighting guy die van Inazuma 11 komt? Is er geen dude die Anubis heet? Nee. Ja. Is Anubis een god? Dan weet ik het. Byron! Nee, dan noem ik hem wel... Aphrodite. Aphrodite noem ik hem dan. Want ik vind Byron Love vind ik een beetje voor losers. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Dan zien we je graag bij de volgende. Adios, amigos!